proberen we nog een. Maar het is zelf niet zo. Ik denk dat ik wel een druk op de maar... Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Maurice Jongmans. Maurice, je bent directeur van online betaalplatform. Nou, ben ik altijd voor namen die omschrijven wat het is. Maar het is ook wel een beetje saai in dit geval, vind ik. Nou, ja, misschien. Maar wat je zegt, het vertelt wat het is. En we zijn een betaaldienstverlener. Wij zijn van mening dat een betaaldienstverlener op een plek zit in het proces waar die... Waar die ondersteunend is aan bijvoorbeeld de verkoper of de koper. En daar zelf zo min mogelijk zichtbaar tussen moet zitten. Er moet wel iemand tussen zitten om de transactie te verwerken. Maar zichtbaarheid is... Beschrijf dan even wat je precies doet in dat proces, voor wie het niet weet. Wij verzorgen de transacties, dus de financiële transacties die bij online betalingen... Ja, dus als ik op een webshop iets koop, op het moment dat ik zeg kopen en ik ben bij betalen, dan kom ik meestal op de site van een ander bedrijf terecht. Dat kan Adyen zijn of Buckaroo of dus jullie. Ja. Daar wordt de hele betaaltransactie afgehandeld en dan word ik weer teruggestuurd naar de webshop. Zo werkt het. En die partij die daartussen zit, daarvan hebben wij gezegd van ja, die is voor de koper eigenlijk niet van belang. Die is voor de verkoper nuttig, maar hoeft zich niet zelf te presenteren in dat proces. Dus een fancy bedrijfsnaam die verder niks met betalingen te maken heeft, vonden wij niet zo nodig. Nee, en waarom hebben jullie op deze markt gestort? Want ik heb toch wel de indruk dat daar een aantal bedrijven heel erg succesvol zijn, ook vanuit Nederland. Ik noemde al Adyen of Buckaroo. Ja. Waar zit het gat in de markt? Nou, waar wij uit het verleden mee begonnen zijn, is dat wij een facturatietool hadden voor ondernemers. Die konden daarmee facturen versturen naar hun klanten en die konden ze online betaald krijgen. En wij zijn daar steeds verder in gegaan omdat we zagen dat er toch nog steeds wel heel veel behoefte was in die betaalwereld aan veel meer hands-on ondersteuning. Veel verschillende partijen hebben toch een ingewikkelder betaalbehoefte dan enkel een gekoppelde webshop, zou ik maar zeggen. En daar is maakt dat eens concreet? Wat voor behoeftes heb je dan? Wat we bijvoorbeeld voor universiteit doen, de Universiteit Maastricht, die hebben een heleboel verschillende afdelingen die allemaal betalingen willen ontvangen. Vaak van compleet verschillende producten, dus van collegegeld, maar ook sportabonnementen. Boeken, weet ik veel. Yes. Ja. En al die betalingen, die moeten uiteindelijk ook nog weer fatsoenlijk op de juiste plek geregistreerd worden, in de boekhouding verwerkt worden. En al die onderdelen van die universiteit moeten wel op de hoogte zijn dat de betaling heeft plaatsgevonden. Nou, dat gaat dus iets verder dan een enkele aansluiting van een webshop. Maar er zit een heel ecosysteem achter om te zorgen dat die betaling uiteindelijk wel op de juiste manier geregistreerd wordt. Ja, maar richten jullie je dan in vergelijking tot die concurrentie, zoals van bijvoorbeeld Adyen, veel meer op het administratieve proces wat volgt na de betaling? Deels. Ja, deels. Ja. Dus dat is een belangrijke factor, de wat ingewikkeldere processen. Kijk, voor de kopende partij gaat het om de financiële transactie. En als dat in Nederland in 90% van de gevallen ideal is, is daar niet zoveel verschil tussen welke partij je daarvoor inzet. Je kan nog een beetje optimaliseren, maar de basis is daar gelijk. Maar de processen die daarachter komen om dat te verwerken, daar zit wel een groot verschil in. Ja. Ja, dan heb je het over complexe dingen als het op de juiste plek in de boekhouding inschieten van een transactie. Zorgen ook dat transacties voor PayPal, om te zorgen dat er geld op je bankrekening, op je PayPal-rekening terechtkomt. Is ook een... En wij zijn geen fan van PayPal. Dus, nee, nog niet. Nee. Maar niet meer, nee. Eigenlijk. We hadden het vorige week nog over, maar daar kan jij natuurlijk niks aan doen. Nee, maar, dat heb ik niet zo heel veel zin. Ja, moet ergens een frustratie spijten. Ja, nee. Dan. Ja, maar het is wel een grote partij. Dus je kunt natuurlijk met Ideal je PayPal-rekening aanvullen. Dat verzorgen jullie dan, neem ik aan. Waarom komt PayPal dan bij jullie terecht en niet bij een van de grotere partijen in Nederland? Nou, ook daar zit een wat andere betaalstroom aan de achterkant. Hè. Het geld moet niet terechtkomen bij PayPal in het algemeen. Het moet specifiek op jouw PayPal-rekening terechtkomen. Dus het is niet een standaard aansluiting. Daar is ook weer hands-on samenwerking nodig. Daar gaat toch wat meer bij kijken dan een gewone aansluiting. En die hebben wij opgepakt.
Ja, dus het zit inderdaad heel erg in dat custom-made integreren van die dienstverlening. Ja. En waar we ook nu voorbereid zijn ook. We doen voor platformen betalingen faciliteren. Dus ook daar moet je voorstellen dat je... Wij doen bijvoorbeeld recentelijk ook PetBnB. Dat is een uitlaatservice die mensen die met honden uit willen laten en mensen die een hond zo nu en dan even kwijt willen, die brengen ze bij elkaar. Ja. En die mensen moeten elkaar dan ook een vergoeding daarvoor betalen. Nou, wat je daar ziet is dat het platform zelf brengt vraag en aanbod bij elkaar, maar is niet direct betrokken bij de transactie. En wat wij faciliteren is dat het platform de transactie kan afhandelen, doet dat via ons. En ook daar geldt weer dat er niet één aansluiting is naar het platform, maar je betaalt specifiek aan een van de hondenoppassers of andersom. Dus je maakt de connectie tussen vraag en aanbod ook in de transactie. Ja, hey, er zijn nogal wat van die partijen die dit doen. Ja. Hè? Dus ik noemde net al Adyen en Buckaroo, maar er zijn ook Cardgate, DocData, ISP, Molly, Multi, CFP. Ja, we hebben in Nederland zo'n 40 betaaldienstverleners. Noem maar op, wat is jullie marktaandeel? Dat is nog betrekkelijk klein. We zijn een vrij jonge speler in de markt. Wij zijn een jaar of zes actief. Ja. Voornamelijk heel erg gericht op die platformen. Daar hebben we ook heel veel technologie voor ontwikkeld. Dus we hebben ook best wel geïnvesteerd in de afgelopen jaren om klaar te zijn met technologie en mee te kunnen in de directe toekomst. En daar verwacht ik wel dat we dat komend jaar heel erg gaan terugzien. Ja, ik blijf dat dan toch fascineren. Ik stelde die vraag aan het begin, maar ik wil er toch nog wat meer over weten. Want dan beslis je op een gegeven moment van, jullie hebben slimme technologie, je hebt facturatiesoftware gemaakt voor bedrijven. En dan ondanks het feit dat er al 30 zijn, zegt iemand, joh, waarom storten we ons niet op het... Dat er in die markt gewoon behoefte is aan die custom-made oplossingen. Aan die oplossingen voor die platformen. Nou, als je gaat kijken welke van die 40 partijen nu een oplossing hebben waarbij je gewoon de platformen kan bedienen, de hondenuitlaatservice, de marktplaatsen van deze wereld, dan blijkt daar toch niet zoveel al actief op gedaan te worden. Die platformen zitten met de nieuwe regelgeving ook nog in een splagaat dat ze mogelijk onder toezicht van de Nationale Bank komen te staan. Nou, al die oplossingen, daar willen wij in voorop lopen. Dat hebben we ook gedaan. En daar is zeker nog een grote markt te winnen die nu niet opgepakt wordt bij die andere 40. Ja, een van de fascinerende dingen daarin vond ik, las ergens dat jullie als eerste platform of als eerste provider in eind 2016 gecertificeerd waren voor die consument naar consument. Ja. Betalingen. Wat gaat dat veranderen in het wereldje? Wat is het precies? Nou, wat het is, is dat Ideal is natuurlijk 10 jaar in Nederland een van de sterkste merken en het meest gebruikte betaalmethode. Ja. Die heeft in haar regelgeving staan, of stond in de regelgeving in ieder geval, dat die betaling altijd, de begunstiger van die betaling moest altijd een bedrijf zijn. Ja. Reden daartoe zijn is omdat bijvoorbeeld de wet kopen op afstand, die consumenten beschermt, op van toepassing is op bedrijven. En dus heeft Ideal gezegd, we willen een betrouwbare, veilige betaalmethode zijn. En je moet dus minimaal een Kamer van Koophandel inschrijving hebben. Je moet gecontroleerd worden voordat je Ideal als betaalmethode mag accepteren. Mag gebruiken, ja. Ja. Maar in de loop der jaren wordt online betalen en onderling betalen kwam ook opzetten. Een van de apps die daar toen voor gelanceerd is, was onder andere Tikki van ABN AMRO. Ja. En Tikki deed eigenlijk iets wat volgens de eigen regelgeving van Ideal niet mocht. Namelijk betalingen met Ideal naar consumenten overboeken. En toen is de betaalvereniging is gaan nadenken van ja, blijkbaar moeten we dat toch wel gaan toestaan. Er is behoefte aan, er is marktvraag voor. Maar hoe kunnen we dat nou wel veilig en betrouwbaar houden? Nou, daar zijn regels voor opgesteld. Die regels hebben ze 20 december vorig jaar aangekondigd en gelanceerd, zou ik maar zeggen. En als je aan die regels voldoet, kan je een accreditatie krijgen voor het aanbieden van consument naar consument diensten. In dat hele proces hebben wij altijd meegedraaid ook. En hebben dus ook onze technologie
al voorbereid op consumentendiensten. En we waren dus ook in staat om op 20 december vrij snel te acteren om die accreditatie aan te vragen. En hadden nog voor het eind van het jaar als eerste de accreditatie. En tot op vandaag de dag zijn er twee partijen bijgekomen, heel recentelijk, afgelopen week. Dat is IPU van de Rabobank en Tiki van ABN AMRO. Maar ook nog een heleboel partijen die... Maar zit hier ook de grote groeimarkt in jullie visie? Of, Er zit zeker een grote markt in, ja, dat denk ik zeker. Er gaan steeds meer, de nieuwe economieën, zoals je, als je veelal hoort ook, zijn de platformeconomieën, de deeleconomie. Niet meer iedereen een eigen auto, maar het delen van een auto. Ja, daar komt dan automatisch ook de noodzaak om elkaar een vergoeding uit te betalen naar voren. En daar zit zeker nog ook een grote markt in. Als een soort marketingding hebben jullie voor deze week, Koningsdag, een toepassing gelanceerd. Ja. Hoe heet die ook weer? De Vrijmarkt-app. De Vrijmarkt-app. Ja. Maar als je het dan daarover gaat, hè, want daar kun je dit dus... Dus ik verkoop iets aan jou en we kunnen dat op deze manier faciliteren. Maar toen dacht ik, ik heb een app op mijn telefoon. Jij hebt een app op je telefoon. Als wij nu iets aan elkaar willen overmaken, dan kunnen we dat toch eigenlijk ook gewoon... samen regelen. Daar hebben we toch helemaal geen... Ik zeg tegen jou wat mijn rekeningnummer is? Ja, nee, maar de rekeningnummer is natuurlijk tegenwoordig best een lang dingetje. Ja, dat is al lang geworden, hè, IBAN-dingen. Ja, en als je dat dan op Koningsdag doet, dan kan je ook, is dat ook nog een vakantiedag bij de banken. Dus dat kan je doen, maar de ander ziet, zeker als het bij een andere bank is, niet direct of dat ook succesvol is geweest. Dus er missen nog wat terugkoppeling elementen. Dus het is nog niet heel real-time makkelijk. Helemaal. Van, Nee, dus het is niet heel makkelijk. En het vertelt de ander niet direct of de transactie ook echt gelukt is. Dat moet je dan elkaar maar in vertrouwen dat het goede nummer is geweest. Dat er ook saldo was. Dat het bedrag ook overgeboekt is. Dus daar zit nog een paar dingen in. En als het je buurman is, dan is dat misschien of wel. Dan kan je de volgende dag nog even langs om even op de deur te kloppen. Maar als het iemand is die je zomaar voorbij komt, tegenkomt op de markt, is dat toch iets anders. Dus er zijn zeker wel voordelen om dat op deze manier te doen. En waar wij van heel erg voor gekozen hebben, is om te laten zien hoe nou die nieuwe technologie, zowel consument-consument betalingen, als recentelijk ook Ideal QR, dus de QR-code van het merk Ideal, hoe je die met elkaar kan combineren. En dan hoef je dus niet meer informatie uit te wisselen. Je kan de QR-code scannen en daarmee de betaling verzorgen. En zodra je de betaling doet in jouw banken-app, zal de Vrijmarkt-app zeggen, hij is geslaagd. Je kan het product meegeven. Ja. Hey, dus waar jullie mee bezig zijn, is het leven makkelijker maken voor mensen, voor bedrijven bijvoorbeeld, omdat in de juiste systemen terechtkomt, frictie wegnemen voor mensen die naar elkaar geld willen overmaken. Is het eigenlijk niet raar dat die banken en et cetera, dat zij het niet makkelijker voor mij maken? Nou ja, er zijn er natuurlijk ook mee bezig. Hè? Er zijn zeker, als je kijkt, in Nederland lopen we in de bankenwereld best wel voorop qua mobiel betalen. Als je ziet hoeveel transacties inmiddels mobiel gaan, is dat enorm toegenomen. En je hebt ook de banken-apps, die worden steeds uitgebreider. Je kan steeds meer online, het is steeds eenvoudiger aan het worden. Dus die zijn ook zeker druk bezig met heel veel technologie. En ook de Ideal QR is natuurlijk niet een uitvinding die we zelf gedaan hebben. Wij passen die technologie toe. Maar maakt het makkelijker voor mensen om betalingen te doen en te ontvangen. Dus dat gebeurt zeker wel, ja. Dus waar... Als jij kijkt naar de toekomst, je zei eerder, we hebben tijd en energie gestoken in een aantal dingen, daar willen we mee voorop lopen. Waar kunnen jullie mee voorop blijven lopen? Nou, ik denk dat onze kracht ook zeker zit in die oplossing voor platformen. Dus heel veel verschillende partijen aan kunnen sluiten. Niet iedere keer één op één een webshop aansluiten, maar je hebt heel veel, als je naar consumenten kijkt, zijn dat natuurlijk heel veel consumenten. En dat wil niet zeggen dat je iedereen zomaar kan aansluiten. Je moet daar wel het een en ander voor doen. Je moet aan de verschillende wetgeving op het gebied van financiële dienstverlening voldoen. Dus ik moet nog afhankelijk van de transacties enige zekerheid hebben over de persoon aan de andere kant van de transactie, de ontvangende partij. En dat
proces, daar komt van alles bij kijken. En dat is vaak een kostbaar proces. Nou ja, door daar zo innovatief mee om te gaan en met moderne technieken en nieuwe ontwikkelingen, kan je dat zo ver mogelijk automatiseren. En met veel monitoring van transacties, maar ook de nieuwe online identificatie van de banken, IDIN, helpen om die processen allemaal verder te optimaliseren, eenvoudiger te maken, daarmee goedkoper, waardoor dit soort businessmodellen gewoon weer toegankelijk wordt. Ja. Hey, vind je dit nou echt leuk om te doen? Ja. Dit? Ja. Het betalen? Ja, dat is... Nee, want ik kijk, eigenlijk volgens mij heb je veel meer met boten. Ja. Want je hebt heel lang als nautisch coördinator voor Sail Amsterdam gewerkt. Lijkt me echt fantastisch. Ja. Je bent commercieel directeur geweest van de Gay Pride boot. Die produceren boten die aan de Gay Pride mee kunnen doen. Die kun je daar allemaal regelen. Ja. Je bent bij Sail Amsterdam verantwoordelijk geweest voor de projecten Koningsvaart, of medeverantwoordelijk. Ja. Je bent bestuurslid geweest van iets wat mij na aan het hart staat, namelijk het stamboek van ronde- en platbodemjachten. Ik denk van ja, nu allemaal prachtige dingen en nu zit je een beetje met Ideal nou, nee, en, ja, en het een sluit het ander niet uit, hè? Te kutten. Ja. Ik ben inderdaad een fanatiek zeiler. Dat vind ik ontzettend gaaf om te doen. En dat doe ik ook ieder jaar een paar weken. En ja. Zowel in Nederland als daarbuiten. En daar heb ik ook zeker wel projecten in gedaan. Om de kennis die ik daarin heb, die ik hobbymatig vergaard heb, uiteindelijk ook toe te passen. En ik zou dat ook zo weer doen voor projectmatige dingen. Sail Amsterdam heb ik 2 keer mogen doen, althans. 1 keer de Koningsvaart en 1 keer Sail zelf. En als ze voor 2020 weer aan de deur staan, dan ga ik dat ook zeker weer doen. Ja. Maar, dus het is wel een passie. Er zit zeker een passie. En dat vind ik ontzettend leuk. Maar het is niet het enige wat ik leuk vind. Ik heb een brede interesse. Ik vind betalingen ontzettend leuk om te doen. Het is een hele interessante wereld waar je terechtkomt met mensen die toch ook nog wel veel allemaal... strak in pak en donkerblauw met de stropdas. En waar toch het oude beeld van de bankier toch nog wel erg overheerst. En het is ook ontzettend leuk om daar innovatief in bezig te zijn, vernieuwend in bezig te zijn en daar gewoon op een andere manier doorheen te lopen. Welke rol speelt de blockchain in jullie denken en de dingen die jullie doen? Blockchain is een hele interessante nieuwe technologie. Waar ik van denk dat ook zeker gaat bijdragen aan heel veel processen. De snelheid waarmee dat toegepast gaat worden, dat weet ik nog niet. Je ziet dat alle banken ook weer bezig zijn zelf om te gaan kijken wat kunnen ze met de blockchain technologie gaan doen. En welke businessmodellen zitten daar uiteindelijk achter. Dus het gaat zeker invloed hebben op betalingen zeker. Maar jij ziet het niet als iets wat op de korte termijn voor jullie een ding wordt? Nee, er zijn heel veel ontwikkelingen in de financiële markt. Er komen ook nieuwe wetgevingen aan vanuit Europa. En dat gaat allemaal meespelen met elkaar. Dus het wordt wel een ontzettende gevarieerde en wisselende markt voor de komende jaren. Met heel veel nieuwe spelers, met nieuwe businessmodellen, met nieuwe kansen daarin. En ook voor banken tijd om opnieuw te kijken waar hun... hun kracht nou ligt. En ik denk dat door die nieuwe wetgeving, de komende 2-3 jaar echt prioriteit heeft in ons vakgebied. Ja. Egert, @Egert op Twitter, @Edgar. Edgar Muit. Ja, maar ja. @Egert heet hij op Twitter. Ik naam meestal alleen maar David. Nee, ik ben heel blij dat jij weet. Maar hij staat Edgar Punt staat er op zijn. Maar goed. Waar staan jullie over 5 jaar? Vraagt hij zich af. Dat is een lange inleiding voor een podcast. Ja. Ja, nou, ik zie ons over 5 jaar toch echt wel voorop lopen in de consumentenbetalingen, ook in Europa. We doen al veel in Europa op betaalmethoden specifiek. En ik verwacht dat over 5 jaar platformen en de deeleconomie echt op een hoogtepunt is met veel meer delen van auto's, delen van huizen, delen van gereedschap. En daar moet een betaalproces zo efficiënt en zo eenvoudig en zo snel mogelijk aan tegen grondslag liggen. Want uiteindelijk is betalen en niemand wil het en iedereen wil het ontvangen. Dus het moet zo frictionless mogelijk gebeuren, zo eenvoudig mogelijk. En daar zitten heel veel kansen. Ja. Er is veel te doen geweest natuurlijk over
payment service providers, vooral wat Adyen een tijdje echt natuurlijk veel in het nieuws was, hadden veel geld nodig, veel investeerders, maar de waardering ook sky high. Ja. Prachtig bedrijf natuurlijk. Kun je eens dat even benchmarken naar waar jullie nu staan? Hoeveel investeringen hebben jullie inmiddels binnengehaald? Even Adyen, even in verhouding. 2,3 miljard marktwaarde geloof ik, 2,5 miljard. Wij doen het volledig zelfstandig. Helemaal zelfstandig. Ja. En hoe financier je dat dan? Door het bedrijf wat er inmiddels 8 jaar staat, keer op keer te investeren. Je hebt al verteld, jullie komen uit een andere sector. Facturatiesoftware. Deels andere, ja, facturatiesoftware. Boekhoudsoftware misschien, daar gekoppeld. Brandje, ja. 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 En dat was een rendabel bedrijf. En daar, ja, en dat steeds verder geïnvesteerd. Met een heel goed team te werken en zo lean en mean mogelijk toch echt zelf door te ontwikkelen. Jullie hebben alle aandelen nog zelf. Ja. Wanneer komt het moment dat je toch extern geld gaat ophalen? Want dit is toch een kapitaalintensieve business? Ja, dat weet ik niet. Dat moment zou moeten ontstaan omdat er zijn heel veel partijen geïnteresseerd. Maar de vraag is, wat gaat het mij bijdragen aan de business die we doen en aan het doel wat we voor ogen hebben? En pas als dat heel duidelijk is, dat we dat nodig hebben om een deel van Europa te veroveren of om andere technologie te verzorgen of iets. Op het moment dat die behoefte er bij ons is, dan vinden we dat zeker. Maar op dit moment hebben we die behoefte niet, want we gaan het op onze eigen kracht voorlopig prima redden. En hebben jullie die internationale ambities? Ik twijfelde daar even aan toen ik jullie naam voor het eerst las. Online betaalplatform. Korte termijn Nederland en België zijn we gewoon sterk in. En daar is heel veel te halen. Er is heel veel te doen. Maar je merkt dat partijen die met ons werken en ook geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening, zelf ook veelal meer internationale ambities hebben. Dus de directe regiolanden, Duitsland ook, die zullen we zeker meevolgen, omdat je die partijen wil faciliteren. Een pet B&B is ook internationaal gericht, dus die zal zeker ook verder gaan dan de Nederlandse grens. En dan wil je wel meegroeien. Ja. Ja. Maar dan heb je dus wel, als je het over regelgeving hebt, we proberen in Europa natuurlijk dingen te synchroniseren, maar per land zijn toch steeds weer dingen anders. Is dat voor het jullie? Het valt in de betaalwereld mee. Ja? Ik denk dat wat heel interessant is, zeker als je niet uit de betaalwereld komt, is dat de nieuwe regelgeving die vanuit Europa komt, de PSD2-regelgeving, best wel een vooruitlopende regelgeving is. Dus een wetgeving die op dit moment de markt nog gaat openbreken, die mensen echt mogelijkheden gaat bieden binnen heel Europa. Ook voor nieuwe partijen en voor nieuwe businessmodellen. En ik vind het best wel bijzonder dat wetgeving uit Europa vooruit loopt op de markt. En dat vind ik heel interessant. Ja. Meestal zie je dat de wetgever achter de feiten aanrent. Dus het is best wel goed om te zien dat die markt, ondanks dat die onder toezicht staat en heel erg gereguleerd is, wel, en daarom Europees ook goed gelijk loopt met elkaar, wel ook echt mogelijkheden heeft om innovatief te zijn. Hey, wat voor nieuwe dingen kunnen we nog van jullie verwachten? Vraagt ook Jan Schaap op Twitter. Welke nieuwe toepassingen zijn jullie mee bezig? Want je hebt net verteld, jullie zijn, we staan op een aantal onderwerpen, lopen jullie echt voorop. Het consument naar consument betalen. Jullie waren een van de eerste die dat identificatieprotocol van de banken omarmde. Hoe heet het ook weer? IDIN. Wat voor nieuwe dingen zijn jullie op dit moment mee bezig? Daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Is altijd, hè? Tipje van de sluier. Ja. Nou, ik denk wel dat je op niet al te lange termijn nog wel een keer van ons gaat horen. En dan denkt van, god, daar heb je die jongens weer. Ja, maar dat horen we graag hier. Dat is natuurlijk wel gezegd. Er gaat in die markt wel veel veranderen. En we gaan wel zorgen dat we daar bovenop zitten. Dat we dat beter doen dan de rest. En dat we zorgen dat we voor die platformen en voor dat soort partijen wel de beste oplossing hebben. Maar schets dan eens wat er gaat veranderen in de algemene termen. Ik denk dat doordat de nieuwe consument-consumentregelgeving beschikbaar is, dat er op veel meer plekken tussen consumenten geldtransacties direct plaats kunnen vinden. En dat je op veel meer websites of marktplaatsen of waar die vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt, dan ook de transactie kan
afmaken, zeg maar. Ja, dan zit je heel erg naar Marktplaats, natuurlijk een klant van jullie. Ja. Bekend probleem op Marktplaats. Ja. Dat die transactie daar natuurlijk buitenom gebeurt en voor veel mensen een barrière is om daar ook te handelen. Ja, ja. Daar liggen ook heel veel kansen, denk ik. Ja. Wij doen voor Marktplaats zakelijke transacties, dus ja. met de zakelijke partijen. Maar je kunt je echt voorstellen dat je straks op een site als Marktplaats heel eenvoudig met een paar kliks, als je iets koopt. Dat moet de toekomst zijn. Dat is waar die regelgeving in ieder geval bedoeld is. Ja. En dat gaat natuurlijk ook de platformen waar nu wel een die tussenpartij tussen zit, in een ander daglicht plaatsen. Want dat zijn heel vaak natuurlijk eigenlijk ook consument naar consumenten toepassingen. Als ik op Airbnb een huis huur, eigenlijk, weet je wel, zou ik het liefst direct zaken doen met degene die het huis aanbiedt. Ja, Ga je daarmee ook de rol van die platformen eigenlijk een beetje uithollen? Nou, wat interessant is in die zaak is dat de nieuwe regelgeving vanuit Europa, die heeft nog niet precies gedefinieerd welke partijen zometeen onder die nieuwe regels vallen. En onder andere ziet het er naar uit dat handelsplatformen, dus platformen als Airbnb, maar die vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat die wet zich daartoe uitbreidt. Dus ja. Of echt zo gaat gebeuren, weten we in een paar maanden. Maar als die wet zich daartoe uitbreidt, dan ben je als handelsplatform, dus met het verzorgen van de betaling, automatisch een betaaldienstverlener. En zal je met een vergunning van de Nederlandse bank moeten opereren. Ja. Nou, dat zijn best... Dat zijn grote veranderingen. Nou, geloof me, daar zijn wij ook doorheen gegaan. Dat ben je niet even snel. En dat betekent voor je bedrijf best wel iets voor de impact van je organisatie als je een vergunning moet hebben en onder toezicht staat van de Nederlandse bank. Ja. Dus eigenlijk wil je als platform waar je vraag en aanbod bij elkaar brengt, waar je eigenlijk helemaal niet specifiek voor de betaaltransactie zit, wil je dat dan veel liever uitbesteden. Nou, dat platform hebben wij klaar. Dat kunnen wij, dat doen wij al. En daar zet je denk ik dan zwaar op in. Ja. Dat als die wetgeving gaat veranderen, dat je daar heel goed voor gepositioneerd bent. Ja. Een ander ding wat natuurlijk erg belangrijk is bij al die platformen is dat alleen als er geleverd is, daadwerkelijk de betaling wordt geëffectueerd. Ja. Dat is nu bij Airbnb zo. Weet je betaalt aan het platform, maar als halverwege zo'n periode blijkt dat het weer gecanceld wordt, dan wordt dat geld weer teruggeboekt. Ja. Hoe gaat dat straks werken in consument naar consument transacties? Nou, wij doen dat voor PetBnB, dus voor de hondenuitlaatservice ook. Hè? Dat betaalt op het moment dat je de reservering maakt en de hondenoppasser krijgt zijn geld pas als je die hond weer teruggekregen hebt en dat de dienst geleverd is, zou ik maar zeggen. En die mogelijkheden kent ons platform dus al wel. En we kunnen ons ook heel goed voorstellen, er zijn natuurlijk verschillende business cases waarbij ook dat doorgetrokken wordt. Nou is het op de vrijmarkt vrij eenvoudig, want dan wissel je dat ter plekke uit. Maar je kan natuurlijk ook voorbeelden bedenken waarbij het product eerst ontvangen moet zijn, of afgeleverd moet zijn, voordat het bedrag vrijgegeven wordt. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat als verkopende partij weet je dat het geld betaald is. Dat weet je ook meteen. Dus je hoeft niet, als je nu op Marktplaats iets koopt, moet je even wachten tot het ook op je bankrekening is bijgeschreven een tijd later. Afhankelijk, kan nog even duren tegenwoordig. Als koper weet je dat op zijn minst misschien het product opgestuurd moet worden. Of misschien zelfs tevreden voor moet zijn. Of misschien, je kan ook denken aan nog verzekeringen die je afsluit om zekerheid te hebben rond een product. Ja. Ja. Maar goed, er gaat dus nog een hoop gebeuren. Gaat een hoop gebeuren. Ja. Maar eerst, jij bent er niet, hè, deze week. Dus jij kan geen transactie doen samen op Koningsdag. Nee, ik ben er niet op Koningsdag. Nee, heb je niks te verkopen? Dat doe ik nooit. Geen handel? Geen drone voor weinig? Ik heb vele jaren ben ik de stad ontvlucht op Konings- of Koninginnedag. Omdat ik het echt een beetje te druk vond. Ik ben natuurlijk een oude man. Misschien als ik er dit jaar was geweest, was ik wel met mijn drone over mensenmassa's gaan vliegen. Dan eens kijken of de politie in actie was gekomen. En zo, ja, hoe? Dat had ik dan nog wel leuk gevonden. Maar ik ben er niet. Nee, dus, oké. Okay. Nou goed, dan... Het was ook slecht weer, hè, begreep ik. Dus, ik heb geen idee. Jij bent alleen maar verweerd in Griekenland, hoor, toch? Ja, 22 graden. Nou, ik wens jou veel plezier. Dat gaan we hier niet redden. Nee. Niet buiten althans. 5 mei wordt het wel een stuk warmer. Dan hebben we hier ook altijd nog een markt. Nee, maar leuk dat je hier was. Het leidt er altijd toe dat we je dan ook gaan volgen. Dus opeens valt het op in het nieuws. Ik denk van,
We gaan je in de gaten houden. Dat klinkt spannend. Ja, ja. Zo, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Ja, bedankt. En wij danken de sponsors, waarvan Bier & Co. er eentje is. Ik had in het vorige programma... Mannenliefde. Ja. En nu heb ik een Doggy Style. Jij vindt Doggy Style lekkerder? Dat kunnen we dan... Nee, die Pale Ale vind ik wel lekker. Ja, oké. Okay, dat is dan... Zit je nou weer met je armetierig Ajax biertje? In de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. Johan Cruijff bier. Johan Cruijff bier. Schenken ze grols, dat is nog een Oké, dat weet ik dan weer niet. Ja. Maar goed, ik ben ook voor Feyenoord. Goed, dat terzijde. Jij hult altijd met de winnaar. Al heel lang niet meer, maar goed, dat terzijde. Maar je weet wel toch dat ik bij een afscheidswedstrijd van Koemelijn was? Ja, dat heb je wel eens verteld. Ja, maar vertel het ook nog even aan de kijker anders. Ah, echt, dat is maar de laatste, wel de, nee, is de ene laatste voetbalwedstrijd waar ik geweest ben. Dat was de afscheidswedstrijd van Koemelijn met mijn vader. En Feyenoord verloor. Dat is wel heel bijzonder. Het was anderhalf uur in de regen. Feyenoord verloor volgens mij met 0-1. Maar het kan ook een andere verlies zijn geweest. We verloren in ieder geval wel van Paraguay of Uruguay. Dat wil ik ook nog eventjes. We danken ook nog alle andere sponsors natuurlijk. Streamzilla uit Groningen. Dankzij Streamzilla kun je iedere week live meekijken. We danken PQR, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de site van Fast Moving Targets altijd up and running is. En we danken Freedom Lab, het bedrijf. Of het bedrijf en het pand van waaruit wij uitzenden in Amsterdam. Stekelen is er volgende week niet bij. Die geniet van een welverdiende vakantie. Welverdiend, maar in ieder geval een vakantie. Ja, vakantie. En ik ben er wel, dus kijk je live mee. Tot dan, en anders weet je dat je alles on demand kunt terugzien. Dag. Hey, dankjewel.